Ripped Denim. Hi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van de Tiger Fashion Battle. In deze battle gaan wij met elkaar de strijd aan en moeten we allebei een geweldige look creëren. En de kunst is, het moet met hetzelfde item, dus elke week staat er een nieuw item centraal. Maar dat is niet het enige, want jullie kunnen hier ook een rol in spelen. Vergeet nadat wij de looks hebben laten zien niet te commenten wie volgens jou heeft gewonnen. Ik of Elise. En daarmee maak je gelijk kans op een Maybelline goodie bag. Want wij pikken 4 winnaars uit aan het einde van de maand. En het item van deze week is... de Ripped Denim. Jongens, ik denk dat iedereen deze wel in zijn kast heeft hangen. Ja, ik denk serieus iedereen. Ik heb er zelfs een paar. En I love it, omdat er zoveel verschillende mogelijkheden hiermee zijn. Alles. Dus wij zijn ook gewoon echt all out gaan met onze looks. Ja. Nou, Vita, begin jij maar met jouw look. Ja. Een ripped denim is natuurlijk mega stoer. Dus ik dacht, ik ga er een beetje basic outfit van maken met leuke accessoires. Dus ik heb het gewoon gecombineerd met een wit t-shirt. En dan heb ik er een blauw panterschaaltje bij gedaan. En hele knallende paarse loafers. Dit was mijn look. Ik hoop dat jullie hem net zo mooi vinden als dat ik hem vind. En vergeet je daarom ook niet even op mij te stemmen. Ik wilde voor een super girly look gaan. Dus eigenlijk heb ik alleen maar roze toegevoegd. Net zoals ik nu aan heb, zit ik te bedenken. Maar ik heb een roze blouse erbij gedaan. I love the blouse. Geweldig. Mag ik even een moment stilte voor die blouse? En toen dacht ik, ik doe er ook gewoon lekker roze sneakers bij. Wat het dan toch niet helemaal truttig girly maakt. Omdat met die sneakers is het dan toch... ja, toch een soort van edgy. Ik weet niet. Ik vond het helemaal zo'n gezellig lookje. Als jullie mijn look nou ook helemaal te gek vonden, zet het dan vooral in de comments. En I thank you later. Dit waren onze looks. Nou, wij horen natuurlijk heel erg graag. Wat is jouw lievelingslook? Is dat die van Fietje? Of is dat die van Eetje? Ja, wij zijn ongelooflijk benieuwd daarnaar. En daarbij maak je ook kans op een waanzinnige Maybelline goodie bag. Dus schrijf het even in de comments. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren. En dan zien we je bij de volgende Fashion Battle. Ja. Mwah. Mwah.